Welkom bij een nieuwe aflevering van Van der Vlerk en Ter Haar. Daaraan! Aan tafel aangeschoven Ruud van Zuylen van de Agnietenhof. En je hebt nieuws te melden, Ruud. Ja, de nieuwe brochure is uit voor het nieuwe seizoen. Dat is eigenlijk het grote nieuws. Het is elk jaar een heel spannend moment. Dit is hem. Veel mensen zullen hem inmiddels al wel gezien hebben of omdat ze hem thuis hebben ontvangen. We hebben hem laten drukken in een oplage van 25.000 exemplaren. En een groot deel daarvan is vorige week naar de mensen thuis gestuurd. Eigenlijk iedereen die de afgelopen jaren een abonnement heeft gehad of het laatste jaar een losse kaartjes heeft gekocht, die heeft hem ontvangen. En overigens mochten mensen hem nog niet hebben, dan kunnen die hem altijd via onze site gewoon bestellen. En dan wordt hij gratis thuis gestuurd of bij de kassa opvragen of ons bellen. Vind je het een mooie gids geworden? Ben je tevreden over de inhoud? Ja, ik ben tevreden over de vormgeving en over de inhoud. De inhoud, dat hij daar tevreden over is, dat begrijp ik wel. Want dat heeft hij natuurlijk zelf samengesteld. Maar vertel. Hij mag uitleggen. Ja, dat is, over de vormgeving is kort van, ik vind de voorkant erg mooi geworden. Geeft de veelzijdigheid aan van ons programma. Vormgegeven door het bureau waar we sinds vorig jaar mee samenwerken, wat onze nieuwe huisstijl ook ontwikkeld heeft. Complimenten inhoud. Daarvoor overigens. Dank je. De inhoud, daar ben ik voor komend seizoen echt trots op. Maar daar gaan we zo meteen waarschijnlijk nog wat meer over zeggen. Toch is dat niet elk jaar zomaar een gelopen koers. De grote namen, de bekende cabaretiers bijvoorbeeld. Of die een nieuwe voorstelling hebben gemaakt. Of ze naar Tiel komen. Want ja. Dat komen ze niet elk jaar. Zo'n programma maak je elk jaar. Hè? En de Agnietenhof heeft natuurlijk een metamorfose ondergaan afgelopen jaar. Werkt dat op de een of andere manier door in het programma? Waar het werkt, dat je accenten bijvoorbeeld anders legt. Ja, het werkt op verschillende manieren door. Aan de publiekzijde werkt het erg door dat we zien dat veel mensen heel positief reageren op het nieuwe gebouw. En overigens ook op het restaurant wat we nu hebben. Dat loopt steeds beter. Doen dat die artiesten trouwens zelf ook? Ja, ook steeds meer. Je bedoelt dat ze bij ons blijven eten? Ja, precies. Ja, vaak nemen ze eigen catering mee, maar steeds vaker nu ze weten dat het een restaurant is. En we ook een artiestenhap kunnen serveren, zoals het dan heet. We kunnen voor hetzelfde geld en zo eten we gewoon gezellig daarmee. Ja, mijn vraag is dus, hè, nieuw pand of een nieuw interieur. En hoe verandert dat het programma? Het verandert het programma niet wezenlijk. Wat we zien is dat we, dat was het afgelopen jaar al, dat we door de vergroting van de grote zaal, die is niet enorm groot, maar toch zijn 30 stoelen bijgekomen, dat het iets makkelijker kan worden soms om grote namen naar Tiel te halen. Die spelen vaak op partagebasis, zoals het heet, dus ze krijgen een fors gedeelte, 75% of 80% van de recetten nemen ze mee naar huis, zoals het dan heet. En dat is natuurlijk dan aantrekkelijker om in een grote zaal te spelen. En er zijn steeds meer grote zalen in Nederland gekomen. Wat zijn de grote namen voor volgend seizoen? Voor volgend seizoen hebben we een heel rijtje grote namen. Joep van Trek komt met een nieuwe voorstelling. Herman van Veen, nieuwe show, 2 dagen. Rob de Nijs. Bert Visser, dat is een reprise van dit seizoen. Dat was zo'n hardloper, 2 keer uitverkocht, dat we denken dat er nog meer dan voldoende publiek voor is. Veel fans dus voor Rob de Nijs en Tiel? Rob de Nijs komt, ja, Tineke Schouten komt weer, Huub Stapel met een nieuwe show. Wat ook wel bijzonder is, Minnie en Maxi gaan weer op tournee. Na vele jaren niet op het toneel te hebben gestaan, gaan ze nu weer op tournee. We doen een beperkte aantal voorstellingen, maar gelukkig ook in Tiel. En jij vertelde in een eerdere uitzending dat Harry Jekkers komt en dat is een huzarenstukje. Ja, niet te vergeten Harry Jekkers. Ook die gaat na jaren weer, klimt het toneel op met Jeroen van Merwijk. Zij zijn al jaren vrienden. Hebben nog nooit samen opgetreden. En dat gaan ze nu gelukkig doen. Eind februari, 2 avonden grote zaal. Ik denk dat dat ook echt een hardloper wordt. Ja. En wat opvalt is het grote aantal toneelvoorstellingen. Ja. Wat zit daarachter? Daar zitten verschillende dingen achter. Daar zit, om te beginnen, mijn passie voor het toneel zit daarachter. Elke schouwburg wordt natuurlijk ook mede gekleurd door de hand van de directeur. Het profiel van de programmeur-directeur. En dat is ook prima, want anders zou je overal in Nederland exact hetzelfde aanbod hebben. Ik hou erg van toneel. We hebben volgend jaar sowieso in totaliteit de meeste voorstellingen, denk ik, ooit. 180. Dat is bijvoorbeeld 15 meer dan afgelopen jaar gebruikelijk was. En daarin ook nog eens een keer heel veel toneel. 30 toneelvoorstellingen.
Als je vraagt waar ben je nou het meest trots op, dan is dat misschien ook wel de toneelprogrammering. Niet alleen vanwege de kwantiteit, maar ook toneelgroep Amsterdam komt. NT Gent, de nieuwe voorstelling van Johan Simons, is natuurlijk een streekgenoot. Hier woont vlakbij Tiel in Varik, samen met zijn vrouw Elsie de Brouw. Nou, hij gaat De Kersentuin van Tsjechov regisseren, sowieso een fantastisch mooi stuk. Van de hand van Johan Simons met Elsie de Brouw, met Pierre Bokma en nog veel meer hele goede acteurs. Belooft dat echt een hele mooie toneelavond te worden. Hoe is het om in Tiel die programmering samen te stellen? Ik kan me voorstellen dat het best wel lastig is om om goed evenwicht te vinden tussen de middle of the road, die je toch wel moet bedienen. En ja, ook de smaak van de fijnproevers. Ja, dat is wel eens lastig. Ten meer daar je hebt natuurlijk ook met financiële randvoorwaarden te maken. Wat is haalbaar, wat is betaalbaar? Dus in die zin is dat altijd een afweging die je moet maken. Het is altijd een afweging. En het is ook, maar het positieve is vooral dat we, doordat we twee mooie zalen hebben, 250 en 800 stoelen, doordat we een grote regiofunctie hebben, relatief veel publiek trekken, kunnen we ook een hele brede programmering in stand houden. En dat is best bijzonder, zeker voor toch een stad van de omvang van Tiel, is het sowieso bijzonder dat er zo'n grote schouwburg staat. Maar ook dat we hebben twee grote opera's per seizoen. We hebben moderne dans, we hebben klassiek ballet, we hebben toneel, we hebben een heel aansprekend jeugdaanbod. Ja, en er is ruimte voor allerlei soorten. Dus we kunnen enerzijds heel breed doen met grote namen, met populaire namen, maar ook de vernieuwing bieden. Het nieuwe aanbod, het jonge talent. Ik vraag ook elk jaar naar de tip van Ruud. Ja. Jouw eigen inbreng, of wat beveel je ons aan? Ja, dat is natuurlijk te makkelijk te zeggen om te zeggen alles. Maar een verborgen pareltje. Ja, dat is iets uit de obscure kunst waarvan ik wil weten, daar moet ik naartoe. Ik heb bij een eerdere, vorige week, een presentatie voor onze businessclub, heb ik twee pareltjes genoemd. Dat mag zijn ook. Allebei onbekende voorstellingen. Dus als kijkers die voorstelling zeggen, het zegt me niks, dan begrijp ik dat helemaal. Eentje is op 3 oktober, vrijdag 3 oktober. Dat is een solo in de kleine zaal. Laura van Dolrom, theatermaakster, speelt haar eigen voorstelling solo. En het is eigenlijk geen toneel, het is een solo performance over de liefde. De voorstelling heet Liefhebben en het is niet hele romantische variant, ook niet de variant van liefde bestaat. Het is allemaal helemaal niks. Waarom noem jij het een pareltje? Het is een hele persoonlijke, ontroerende voorstelling. Die ons laat zien, en ze geeft voorbeelden uit het eigen leven, maar ook uit de politiek, uit de geschiedenis, over de kracht van liefde. Raakt mensen dat dus. Dat klinkt heel zweverig, maar dat is het niet. Het is een hele ontroerende, maar op een hele onorthodoxe manier. Heel intiem. Je hebt het gevoel alsof je bij haar in de huiskamer zit en ze raakt je echt. Dat is 3 oktober en de tweede? De tweede is eind april, ook in de kleine zaal. Een hele bijzondere voorstelling die ik vorig jaar in Frankrijk zag tijdens het festival A House in Asia. Het is van een Spaans gezelschap. En waarom heet het een House in Asia? Het gaat over het huis in Noord-Pakistan, met de naam van dat dorp even kwijt, waar Osama Bin Laden gevonden en gedood is door de Amerika Special Forces een paar jaar geleden. En de voorstelling gaat over 9-11, over Westen versus Islam, maar ook over de persoonlijke tragiek van een Special Force die terug in Amerika totaal vergeten wordt, met zijn trauma zit. En het is een hele, ook een ingrijpende voorstelling, ook humoristisch op een bepaalde manier, maar ik vond het een hele krachtige, met videobeelden, live beelden. Hij kwam bij jou binnen, zullen we zeggen. Hij kwam heel erg binnen. Oké. Okay. Ja. Dat is dus volgend jaar april. Unieke voorstelling in het aanbod. Volgend jaar april. Ja. En wat ik nog graag wil uitlichten is Jazzy Tiel. Daar werken wij sinds een paar jaar mee samen, zoals jullie weten. En elk jaar proberen wij het programma verder uit te breiden, te verbreden. Een gedeelte van het programma vindt in de week, gedurende week in cafés en op andere plekken in de stad plaats. En het hoogtepunt van het programma is in het weekend van 6, 7 november en 8 november. Vrijdag, zaterdag, zondag. Vrijdag de Jazzy Nachtclub, zoals gebruikelijk. Altijd een feestje in de kleine zaal. En op zaterdag hebben we Kovacs, het grote muziektalent van Nederland. Ik denk dat zij, ze gaat naar North Sea, ze staat op Pinkpop. Nog meer festivals, Lowlands geloof ik ook. Dus ook wat dat betreft loopt hij echt niet of voorop. Ja. Mooi. Kovacs. Kaarten bestellen of misschien eerst even bladeren thuis, gezellig met je vrouw of man op de bank. Wat ik ook nog wel, als ik dat even mag vermelden, de brochure is dus uit. Mensen kunnen hem opvragen en bestellen, krijgen ze hem gratis thuis. De kaartverkoop start op 30 mei.
30 mei. Zaterdag 30 mei. Wat we veranderd hebben is dat we de kaartverkoop starten op een weekenddag. Op een verzoek van klanten. Dan zijn ze thuis, kunnen ze makkelijk bestellen en niet op een werkdag. Dan kan niet iedereen op internet of kan zomaar even tijd vrijmaken. En de periode tussen uitkomen van de brochure en start van de kaartverkoop hebben we bewust wat langer gemaakt. Een paar weken tussen, zodat iedereen rustig thuis kan de brochure kan doorbladeren, kan overleggen met familie, met vrienden, met partner. Precies, een goede afweging. En volgens mij is het ook een feestje om dat te doen. Ja, lijkt me wel, want ja, volgens mij is het een heel mooi aanbod. Met een modern woord, ja, niet over beleven. Hè? Kan dus ook thuis. Beleven, ja. Mooi. Ja, ja. Hey Ruud, het ziet er allemaal veelbelovend uit en hou ons op de hoogte. Doen we zeker. Nu aan tafel Gert-Jan van Inge. Dat is de nieuwe stadsmanager van Tiel. Dat is een hele mooie term, Gert-Jan. Pittig? Ja, in het begin dacht ik van, waar begin ik aan? Nou precies, dachten wij ook. Maar toch solliciteerde je? Maar naarmate ik wat verder kwam, in Nederland rondgekeken heb, en dus wat andere managers gesproken, toen dacht ik van, nou, daar kan ik nou wel aan beginnen. En die vorige stadsmanager, Kees van Keulen, die deed het in het begin ook goed. Toch is hij afgeserveerd. Ja, dat kan mij ook overkomen. Precies. Dat weet je niet. Nee, je hebt je sporen wel in Tiel verdiend. Dus ik dacht bij mezelf, en jij trouwens ook, want we hebben het erover gehad, die man steekt wel zijn nek uit. Ja, dat klopt. Maar ik heb gezegd van, ik ga geen evenementen doen. Ik ga echt voor de binnenstad en kijken of we daar de beleving kunnen verbeteren. Ja, nou, want je moet de Tielse binnenstad uit het slop trekken. Ja, het slop is een beetje nadelig woord. Maar het gaat niet heel erg goed in de binnenstad. Nee. Dus ik ga proberen. En er wordt verbetering verwacht van jou. Ja, ik ga proberen om de binnenstad te verbeteren. En te zorgen dat we de beleving in de stad veranderen. Waardoor het internetverkoop minder interessant wordt. En dat de fysieke verkoop wat beter tot z'n recht. Nou, dan gaan mijn vingers al jeuken. Het is tegenwoordig een modewoord, hè? Beleving. Ja. Wat is dat? Ja, precies. Wat is dat nou? Het is de beleving die wij erin gaan brengen, is dat wij proberen om. We hebben een plan gemaakt. En dat plan dat geeft aan wat we kunnen gaan verbeteren. En er zijn 35 projecten uit voortgekomen. En die gaan we alle 35 aanpakken. Ja, kunnen ze niet allemaal gaan noemen, denk ik, die 35. Nee? Maar kun je er een paar uitlichten waarvan je denkt van, nou, die gaan euro's in het laadje brengen. Nou ja. Want daar gaat het om, hè? Ja, daar gaat het om. Je kunt het eigenlijk in drieën splitsen. Er zijn projecten bij waar we de beleving in de stad verbeteren. Er zijn projecten bij waarbij, als er eenmaal mensen in de stad zijn, dat ze ook de winkels ingaan. En wij willen graag dat Tiel trots wordt op de binnenstad. En dat de inwoners van Tiel ook in Tiel gaan kopen. Ja, trots moeten ze sowieso zijn, die Tielenaren. Maar ik wil niet vervelend doen, hè, maar je beleving, dat woord is nou al een paar keer gevallen. Maar hetzelfde als Tiel bruist. Ja, hoezo? Bruisen, dat ken ik alleen nog van de reclame van Bros. Wat is dat? Als je op de infoavond geweest zou zijn, ja, dan had je kunnen zien welke projecten allemaal op stapel staan. Ik ben geweest. 65 projecten door Caro Achterberg, een binnenstadsarchitecte, gepresenteerd. Dat klopt. En daar hebben we 35 projecten van gemaakt. En als die 35 allemaal tot een goed eind gebracht zijn, dan kun je echt zeggen dat de beleving in de binnenstad enorm verbeterd gaat worden. En waar moeten we dan aan denken? Wij denken aan een plan waarbij de verlichting in de stad veranderd wordt. Bijvoorbeeld loopstroken in de stad met verlichting. We denken aan een verlichting, het plafond in de stad te gaan aanbrengen met verlichting. Hoe moeten we dat voor ons zien? Geen overkapping, neem ik aan. Nou, sommige gedeelten denken we aan een overkap, de smalle gedeelten, dat je ook droog kunt schuilen als het regent. Aan die overkapping kun je dan ook verlichting hangen. Ja. En dat is LED-verlichting en die kunnen we dan mee laten kleuren met de gemoedstoestand van de mensen die in de stad lopen. Ja, dan komen er meer bezoekers en dan lopen ze een schoenenwinkel binnen of een boekwinkel en dan vinden ze net niet een paar schoenen of het boek wat ze willen kopen.
ja, het hoeft niet altijd te werken natuurlijk. Beleving is niet alles. Wat moet de winkelier doen? Ja, daarom zeg ik ook, de winkelier moet ook een stapje voorwaarts maken. Voorbeeld, ik was bij een fotograaf. Die liet een klant een fototoestel zien en vroeg de klant, wat kost dat fototoestel? En toen zei hij, je zal even op internet kijken waar u het voor kunt kopen. En dan kunt u bij mij ook voor kopen. Nou, dat is een winkelier die denkt van, nou, ik snap het. Zijn alle winkeliers wel op één lijn wat dat betreft? Het valt mij op dat het plan wat gemaakt is door de meeste winkeliers omarmd wordt. En dat komt, denk ik, omdat het het juiste moment is. Want de winkeliers die hebben in de gaten dat of er gaat iets gebeuren, of het stopt gewoon en de binnenstad is gewoon verdwenen. Ja. En dat laatste moeten we zien te voorkomen. Precies. En daar kan Tiel ook aan meewerken. Het is met name dat verbinden wat in jouw rol heel belangrijk gaat worden. Ja, hè? Ja. Ik heb zelf altijd gezien van ja, men wil wel, maar uiteindelijk zijn er toch allemaal individuele winkeliers die voor eigen parochie gaan, maar het moet samen gebeuren. Nou, natuurlijk zijn de ondernemers vaak individueel bezig. Logisch natuurlijk. Dat is logisch. Maar ik ken ook een heleboel ondernemers die dat juist niet zijn. En die juist die verbinding zoeken. En daardoor zelf daar ook profijt van hebben. Tuurlijk. Wat verwacht je van de gemeente? En dan bedoel ik met name geld. Ik verwacht dat... Want wie gaat dit betalen? Ja, de gemeente moet dit gaan betalen. Alles? Er wordt wel een cofinanciering verwacht van de ondernemers. Alleen dat zal met uren gaan, want we hebben gevraagd van welke projecten omarmen jullie. En er zijn 40 reacties op gekomen en er zijn 37 projecten. Dus iedereen heeft wel een project geadopteerd en daar gaan ze dan aan trekken. Die maken uren. En die uren die kun je verzilveren en dat is dan de cofinanciering. Je kunt op dit moment niet van... Welk bedrag zou dat dan gaan? Ik schat, omgerekend? Ongeveer tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Maar dat moet nog verder uitgezocht worden. Maar zo'n bedrag zal het wel ongeveer zijn. Nou, daar op het gemeentehuis, daar hebben ze natuurlijk ook al van de plannen gehoord. Hoe is dat ontvangen? In mijn beleving heel positief. De raad heeft er kennis van genomen. Niet alle fracties, maar een deel van de fracties. Het gemeentebestuur heeft er kennis van genomen. En beide hebben tegen mij gezegd van nou, dit is een plan waar we, dat zien we wel zitten. Dus wij willen dit wel omarmen. En moet kijken of we er financieel uitkomen. En in deze tijd is er natuurlijk een behoorlijke aderlating. Aan de andere kant, Cor Molenaar is hier geweest. En die hadden tussen de 500.000 en de 3 miljoen. Nou, daar zitten wij eigenlijk precies tussen. Ja. Op welke termijn worden de eerste plannen gerealiseerd? Sommige plannen kunnen heel snel, maar dat doen we niet. Want ik ben bang dat als we het laaghangende fruit eerst plukken, dat dan de rest achterblijft. Dat is mooi omschreven. Ja. Ja. Dus wij gaan ervan uit dat we eerst het totale plan presenteren, daar ook een budget voor hebben. En dan gaan we het plan helemaal uitvoeren. En dan gaan we het laaghangende fruit eerst plukken. En bij welk van die 35 projecten gaat het hart van Gert-Jan van Inge nou echt gepassioneerd kloppen? Het verlichtingsproject, dat vind ik een hele mooie. De Stadspas. Wat is dat, het verlichtingsproject? Ik bedoel, er staan toch al lampen? Het project is, wij gaan routes in de stad maken van stepstones, verlichte stepstones. En als het bijvoorbeeld met Valentijnsdag, dan is die rood. En met Pasen is dat geel. We gaan de mooie panden aanlichten, zodat er een sfeer in de stad ontstaat. We gaan de stad zien als een gebouw. De winkels zijn de kamers. De straten zijn de gangen. En we missen een plafond. En dat plafond gaan we dan ook aankleden, ook met de LED-verlichting. En dat kun je op een heleboel manieren schakelen, waardoor het een hele mooie uitstraling wordt. Als dat geen beleving is. Wanneer is beleving eigenlijk, wanneer is dat geslaagd? De beleving is geslaagd als het resultaat geboekt is. En het resultaat is dat de mensen in Tiel weer in Tiel in de binnenstad gaan winkelen. Ja. Dan is het geslaagd. En is het ook gekwantificeerd bijvoorbeeld? Zit er een doelstelling aan vast? Dat is heel moeilijk om dat te kwantificeren. Maar wij gaan ervan uit dat als de inwoners van Tiel het leuk vinden om in de stad te gaan winkelen, dat dan de
het aantal mensen die de stad bezoeken omhoog gaat. En als de winkeliers dan hun best doen om allerlei acties te gaan opzetten, dan komen die mensen weer in de winkel. En dat is alleen maar goed. En daar gaat de stadspas met name ook een belangrijke bijdrage in leveren. Nou, er waait een frisse wind. En die frisse wind, die heet, ik bedoel het positief, Gert-Jan van Ingen. We gaan je volgen en we nodigen je graag in de toekomst uit om het een en ander nog verder toe te lichten hoe het loopt. Dat doe ik graag. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens en volgende week zijn ze er weer.